Ik denk dat dit jaar eigenlijk een hartstikke goed jaar gaat worden. Ik denk dat iedereen eraan aan toe is om weer een feestje te hebben, zeg maar, op een speciale dag. Jullie verwachten geen vuurwerkverbod meer? Nee. We lopen nu naar de bunkers. We hebben twee bunkers. Die zitten er nu nog niet met vuurwerk vol. Over anderhalf maand wordt hier alles opgeslagen. Nu staat het nog vol met bouwmaterialen, maar niet meer voor lang. Want Emiel Willemsen wil dit jaar bij zijn bouwmarkt in Heino weer vuurwerk gaan verkopen. Gaan we naar de balie, waar het allemaal gaat gebeuren. Hier kun je alles uitzoeken. En geven we de pakketten, de voorverkooppakketten, geven we af. Wij zijn inderdaad importeur van goedgekeurd Nederlands gecertificeerd vuurwerk. En we leveren dat in Nederland uit aan ongeveer 400 winkels die het normale consument het vuurwerk verkopen. Afgelopen jaar hebben we natuurlijk een alternatief kunnen vinden in het categorie in vuurwerk wat verkocht mag worden bij onder andere supermarkten en retailkanalen. Uiteindelijk is het ook zo dat die winkels op het laatst dicht moesten natuurlijk vanwege coronabeleid. Dus het heeft ons wel een aardige pluk omzet gekost. Hier komt de balie eronder te staan en daar gaat gebeuren. Daar hebben we zin aan. Natuurlijk levert het ook wat op. Ja. Eigenlijk een behoorlijk zakcentje, toch? Als je er, de arbeid wordt altijd een beetje onderschat. Maar het is een doodzonde als het niet doorgaat. Ja. Zo'n jaarwisseling als afgelopen jaar hoopt hij nooit meer mee te maken. Het was een beetje triest. We hadden van allerlei scenario's bedacht om toch coronaproof door te kunnen gaan. Vorig jaar werd natuurlijk op 13 november pas afgekondigd dat er een vuurwerkafsteek- en verkoopverbod zou zijn vanwege de druk op de zorg. Kijk, wij zien natuurlijk dat ons toen is toegezegd dat er een ruimhartige compensatie zou zijn. Ik verwacht niet dat het dit jaar zomaar in één keer afgeschaft zou gaan worden. Ik denk dat dit jaar eigenlijk een hartstikke goed jaar gaat worden. Jullie verwachten geen vuurwerkverbod meer? Ik denk echt dat de overheid het ook een beetje aangegeven heeft vorig jaar. Ze van we gaan één jaar schotten we het op. En daar ga ik helemaal vanuit dat ze daaraan houden. De knallers en de vuurpijlen die zullen ook dit jaar verboden zijn. Toch blijft er volgens Willemsen nog genoeg moois te koop. En je hebt ook de compound, zeg maar. Dus dat je de porten achter elkaar afgaan. Ja, dat is fantastisch.